Hallo kijkers van Shinesprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Monkey Ball Banana... Banana Mania. Ik ben meteen begonnen in een level en het is best wel een pittig level, zal ik heel eerlijk zeggen. Het is in ieder geval wereld 4.1. Oké, dit wordt me te lastig. Ik ga wel gewoon de makkelijke pakken, want waarom zou ik het moeilijk doen, want je krijgt er toch niks van. Zijn we achtergekomen de vorige aflevering. Oké, dit is blijkbaar nog wat moeilijker dan ik dacht. Zo. Ik heb wel eens een betere intro's gehad, eerlijk is eerlijk. Maar we gaan gewoon verder met deze aflevering. Oké, dit is een kam of zo. Oké, ik zie hem. Een giant kam. Oh, het is ook echt een kam. Oh, dit is een lastig level. Je merkt, we zijn in wereld 4, de vorige aflevering hebben we de eerste drie werelden gedaan. Dat wereld 4 weer een stukje moeilijker is geworden. Oh. Ik heb niet zoveel tijd als wat ik denk dat ik heb. Je hebt zo'n minimap rechts onderin, maar daar heb ik echt helemaal geen kloot aan. Dat deed ik gewoon op speed. Dat werkt ook niet. Ik zit te denken, heb je toevallig terug in het level nog een pauzeknop of zo? Nee, geen pauzeknop, jammer. Dan zitten we de hele aflevering vast bij dit level, denk ik. Ja, als je het rustig doet, valt het inderdaad hartstikke mee. Ja, kutzooi. Kutzooi. Ik vind dit stukje nog moeilijker, want bij dit stukje zie je de kam niet aankomen. Start en ga. Wat een onzin. Ready, go. Marble Mania! Het gaat om de knikkers. Ja, ik snap echt niks meer van. Wat een kut level is dit. Ready, go! Oké, let's go. Dit wordt hem, ik voel het aan alles. Ik voel dan niks. Hoezo? Ik ben toch gewoon binnen die lijntjes? Doe dat niet zo onzinnig. Dat die lijntjes dan niet neer als de Tony kloppen. De eerste rage gaat al beginnen. Jullie hebben het al in de gaten, denk ik. Oké, ik ging gewoon voor Frodo en nu hebben we hem gehaald. Gelukkig. Wojo, wat is dit? Ready? Go! Let's go! Wee, wee, wee. Oh, dit wordt nog... Oh. Ah, dat laatste stukje is zo naaiend. Oh. Full out! Dat is een andere game hoor, de Monkey Ball. Ik weet het niet. Oké. We kunnen dit gewoon redelijk langzaam doen. Als je dit level langzaam doet, is die gewoon super easy. Oké. Stage 4. Oh, wat gebeurt hier allemaal? Oh, het is een doolhof. Oké. Annoying.
Moet je ook maar net weten welke er bewegen. Volgens mij kan deze blauwe toch bewegen, ja. Het zijn alleen de zilveren die niet bewegen, geloof ik. Oké. Ook niet heel moeilijk. We gaan maar gewoon weer lekker door met de volgende trial. Ready? Eerste beurt altijd gewoon voor Frodo proberen. En dat werkt bij deze. Oké. Ik snap dit level helemaal niet, jongens. Hoe werkt dit level? Iemand? Ja. Ik denk dat als je de top kan halen, dat je ook al heel end komt. Hurry up. 10, ja joh. 9, 8, 7, 6, fall out. Yo, een kut level is dit. Launchers, ja. Als de camera goed was, dan kon je zelf nog mikken waar je landt, zeg maar. Maar dat kan dus ook niet, omdat de camera echt fucking slecht is. Dat maakt het zo jammer dat die camera zo slecht is. Anders kon je nog een beetje, dan heb je nog een beetje het gevoel dat je ziet wat er gebeurt, zeg maar. Dat je daarop kan anticiperen, maar dat kan nu gewoon niet. Oké, ik denk dat misschien een... 5, 4, 3, 2, 1, 0. Misschien dat ik ideeën heb. Ik ga het nog een keer proberen, want dit level is zo leuk, jongens. Ik wil maar gewoon weer moeilijke obstakels in plaats van deze onzin. Oh, nice. Fall out. Oh, jammer. Oh. Hey, de bedoeling is als je zo meteen in die trechter komt om gelanceerd te worden. Dat was niet de bedoeling. En die trechter hier. Zo. En dan. Ik heb ook gewoon geen tijd om. Om te gaan bedenken hoe je het doet, zeg maar. Ja, schiet maar. Oh je. Serieus. Zo jammer dit, hè. Eindelijk die onzin weg. Nooit meer ga ik dat level doen. Niet te doen. Dit is een heel lang level. Is het gewoon een Frodo? Oh, wel met 3 goals. Dus zal die eer. Oh. Ah, dan moet je ergens omhoog komen of zo. Ik denk dat je.
heel recht blijft gaan. Oh, ik denk dat als je heel recht blijft gaan, dat je er dan komt. Ready? Nou, dit is al een faal. Ga voor de slow-mo. Dan maar op de slow-mo manier. Je krijgt toch niks voor die extra goalposts, dus. Oké, ready. Wat is dit een kutwereld, zeg. Ready, go. En het wordt alleen maar moeilijker. Oh, joh. Er zijn wel veel goals. Oh, dat kan niet. Oh, oké, rip. Je moet een beetje naar aanloop hebben. Oh, dat kan ook al niet. Leuk. Dat een bijna. Ik denk dat die voorste nog best mogelijk is ook. Want we gaan zeg maar op volgorde. Als je de eerste niet haalt, moet je sowieso naar de volgende. Oké, die werkte niet. Dit komt ook door de... Als de camera goed was, is dit ook wel... Misschien dat de camera ook wel een moeilijkheidsgraad van dat level is. Want anders is dit ook veel makkelijker level. Nu komt die 2. Oh, ik ben te vroeg. De eerste hebben we nu overgeslagen. Dan komt deze. Oh. Deze ook niet. Oh. Waarom is dit level zo moeilijk? Je moet echt gewoon op de milliseconde op tijd zijn. Ik vind dit echt een... Ik vind het ook geen leuk level. Net als die ene die hier net voorkwam. Ik weet niet of dat de vorige was, maar of net voor met die hele lange staaf. Ook gewoon niet leuk, zeg maar. Meer het gevoel dat je zelf in control bent. En dat is zo irritant. Oh ja. Ik kan weer opnieuw beginnen. Eindelijk die vierde level gehaald. Level 8. Dit ziet er meer uit alsof ik het in eigen controle heb. Hier heb je een van de gare buizen die we lekker gaan overslaan. Oh, wat de fuck is dit? Wat gebeurde daar? Oh, top. Heel leuk. Nee, dat is leuk. Ready, go. Oh, het is een seesaw. Ah. Je kan altijd het beste in het midden blijven. Oké. Oh, dit blijven seesaws. Dat is een hel. Yeah.
wat een teamspel, wat een teamspel. Nou, het is wel leuk, maar het blijft een teamspel. Oké, we moeten seesawen. Dat hebben we bij Fall Guys geleerd, boys. Dat lukken. Oh, nice. Die laatste, volgens mij, ik denk dat het de laatste is, die is echt pittig. Banana geeft een redelijke indicatie van hoe je moet gaan om level te halen. Ik wou eventjes heel hard gaan schreeuwen, maar dat heb ik eventjes binnen kunnen laten. We waren zo dichtbij. But yet so far. Super Monkey Boy. Ga gewoon meteen verder, boys. Geen gezeik, gewoon doorgaan. Kom op, ja. Moet echt veel snelheid hebben voor die laatste. Niet goed opgelet. Oh, kut. Oeps. Woepie. Loopie, loopie. Oké, nice. Mijn snelheid kwijt. Dat is wel balen. Rotse flotse. Wel een leuk level, ondanks dat die moeilijk was. Oké. Okay. Diep een team. Wat gaan we beleven? Oh, een heftige spin of zo. Oh. Ja, ja. Ik ga niet gewoon wachten hier. Oh. Ik had hem gewoon bijna. Rip. Volgens mij is hier de strategie gewoon wachten tot je hem ziet en dan gaan. Oh, dat ging een wietje te snel. Wietje.
Ja. Oh, dit was niet mijn bedoeling. Dit is misschien niet handig. We blijven gewoon balancen. Oh, waarom balanced die nou niet? Nou, het zal wel. Je wordt ook gewoon door het level heen gedrukt door die spin. Doe ik het weer, kutzooi. Er is ook niet te balanceren, dus je moet echt gewoon wachten op dit goal. Race so money. Oh, ik had hem weer bijna. Oh, jammer nou. Kom, Milan, concentreren. Moet een keer gaan lukken. Ook hierbij heb ik weer het gevoel dat je niet echt zelf in de hand hebt, zeg maar. Moet je weer met... Nice. Met een hele hoop rekening houden. Maar het is gelukt. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. De volgende aflevering gaan we World 5 proberen te halen. We gaan zien of het lukt. Het wordt alleen maar moeilijker. Dus het wordt heel pittig. Maar het gaat vast goed komen. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.